2, 1. Hallo kijkers van Shiny Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Harmony Shiny Cagelock. Ik ben met Sander van Gaming SB. We gaan zo meteen, als het goed is, de zesde gym bevechten. Maar Sander heeft eerst even iets om te laten zien. Hij heeft namelijk een slome koning. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to the show that's about to make you laugh until your sides hurt. Buckle up for the wild ride. I'm your host, Sander, and joining me today is the one and only, the master of Pokémon, Milan! Woo! Ik herken het ergens van, maar ik kan even niet de vinger erop leggen. That's right, Milan. Ken je het ergens van? Ja. Yeah. Jij moet even spelen, want ik moet op je wachten. Ik vind het heel grappig. Sorry, maar je zult later wel zien waarom. Dit is mijn nieuwe guy. Hey. Ja, nice. Ja, oké, we kunnen beginnen. Nou, loop maar door. Waar is Ja, daar. Oh, nee, je liep er net tegenaan. Dit is gewoon een huisje, toch? Nee, dat is de gym. Oh, ik heb nog super speed up aan staan, joh. Ja, je hebt nog super speed up aan. Oké, Sander, als je elke keer rechts volgt, rechts? Dan kom je. Ja. Ik wil niet training, hè? In principe. Nee, want we zijn een level cap. Gewoon de hele tijd rechts. Okay. Mm-hmm. Dat is echt net als de. Als hier, de rechtsboven. En dat is ze? Oh nee. Nee, haar moet je even voorzichtig ontwijken. Dus je moet er even voor gaan staan. Dan even wachten. En nu als ze wegkijkt. Juist, hem zijn de ring. Ik ben een Pokémon Master. Haar moet je ook even ontwijken. Dat zijn de enige twee die je moet ontwijken. Alleen haar moet je twee keer ontwijken. Ik weet niet, kan ik nu nog eentje lopen voordat ik. Je kan er nog één lopen. Ja. Oh. Haha, bitch. Wow. Nee, ik hou wel van je. Nou, je bent er al. Oké, moment of the truth. Oké, back. Ik zou wel iedereen naar level 8. Oh, dat zou ik wel even doen, ja. 49 is de cap, hè? Ja, but I like to play it risky. Oh, nou, nu heb ik 49. We're going to play it risky. Ik ga mezelf laten bewijzen dat ik dit kan. Dan worden we salty Sander in de chat. Nee, want als dat zo is, dan is het zo, weet je. Dat is mijn eigen domme kutfout. Heb ik het dingetje uitgezet? Ja, ik heb het uitgezet. Okay. Vond je mijn intro moment leuk? Want dan weet ik of ik dat vaker moet doen. Ik heb geen idee, want ik... Nee, maar wat ik deed, vond je dat leuk? Ja, ik kon er wel om lachen. Oké, okay. En dan is het goed. Dan weet ik niet wat ik vaker moet doen. Oké. Okay. Dan beginnen we. Ja. Let's go. Hey, Gothic mevrouw. Dat is wel leuk. Dat zei ik. Leuk. Valerie. Ik zei juist niks anders. Oké. Okay. Valerie, dat is van het liedje. Valerie. Valerie. Piep, 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 piep. Piep, 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 Valerie! Ja. I'm flying high. I'm flying high into the sky. Ik weet dat super op deze guy. Zou ik bomen? Volgens mij heb ik helemaal niet geheeld. Maat. Oh, dit was super effective. Kijk hoe weinig damage dat deed. Is dat special of physical? Ja, het is wel physical, dus dat scheelt wel. Oh, ik weet eigenlijk niet of Ghost damage doet op Harmonic. Toch? Oh. Ik doe even confuse. Ja, physical is niet the way to go tegen deze man. Heeft hij bij jou ook al twee keer defensive curl gedaan? Nee. Alhoewel op zich, ja, ik had 5 keer zeg maar, dus ik had al luck dat hij 5 keer had. Musharna, bedibada 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 bedibada.
Kom op, hit jezelf in de confusion. Nee, deze keer niet. Ik heb een idee. Maat, hield hij zich nou? Dan word ik boos. Nee. Lucky Chan deed hij zeker. Ah, oké. Oh, een hyper potion. Wat een anus. Hij deed wel een hyper potion bij jou. Ja. Oh, zij heeft wel een interessante Pokémon die je niet verwacht. Dus dan weet je dat alvast. Oh. Ja, meer nee, dan weet precies welke Pokémon. Meer ga ik niet verklappen. Ja, hallo, jij weet het toch ook. Oh, oké. Okay. Het is een... Niet zeggen. Ja, maat. Echt, je bent zo lastig. Nee, ik ben aan het kutten. Vertel maar. Het is een harmonic evolution. Oh, op zich had ik dat eigenlijk wel semi ergens verwacht. Oké, nee, dan weet ik dat weer. Nee, geeft niet. Ja, te laat. Ik waardeer wel dat je me helpt en zo. Als ik nu Arasphere doe, dat is natuurlijk perfect, of superveel. Togekusjes. Ja, val mee. Kutzooi. Zo hing die kut. Wat is dan die power punch? Wat heeft dat dan voor zin? Maar attack gaat toch omhoog? Oh, maar attack... Ja, oké, maar attack is wel... Oh, Arasphere is natuurlijk... Arasphere is niet physical. Tuurlijk niet. Togekiss heeft me een kusje gegeven, ik ben bang. Togekiss, kun je dat even niet doen, alsjeblieft? Dank je. Oh, hij heeft een Togekiss. Ja. Hij heeft ook een Floortless. Ik weet niet wat Bug zeg maar doet op deze guys. Maar ik heb het gevoel dat ik Bug moet gebruiken. Florgus, is die... Ja, die is zeker pure harmonic, want die is ook pure psychic. Nee, die is harmonic grass. Zie, ik zei toch dat ik moet dingetje gebruiken. Oh ja, dit is neutral. Dus dat is wel eng. Zeker eng. Kabooming. Lekker zijn, Ring. Oeh, ik heb geen hyper potion. Heel ziek, Museon. Of hoe je dat ook uitspreekt. Museon. Weten we al iets van wat super effectief is tegen haar mond? Poison and Flying. Ja. Daar heb ik dus niks aan. Die heb ik alle twee niet. Maar ik vind hem wel vet. Ja. Oké, Museum. Shiny is hij ook kwijt. Museum of? Museum. Ja, oké, ik had het eigenlijk over Soaking, maar ik vind Museum ook vet. Oké. Oh ja, ja. Nee, die Soaking is ook vet. Steel was ook not very effective, hè? Jongen, waarom is alles not very effective tegen deze boy? Dat het een loser boy is. Maar hij is not very effective tegen mijn geestige Gorgas. Power Jam, doe even. Dat is een rock aanval. Shadow Ball. Bronzong, dat is van dat liedje. Van de Bron liedje. Bronzong was echt super kut. Super effective, kutzooi. Hoe moet ik weten dat het super effective tegen Ghost is? Ja, dat is wel echt kut. Is hij nog steeds Mega of? Oké, dat wel. Oh, zijn attack boost is natuurlijk weg, dat is dom. Maar ik doe wel gewoon Bone Rush, kijk hoeveel dat is. 3 hits, please. Ja, ik ben dood. Dus waarschijnlijk super effective. Ja. Not fair effective. In my defense, dat ene leveltje had echt niet uitgemaakt. Waarschijnlijk. Nee, dat denk ik ook niet. Oké, hij is dus harmonic, maar hij is ook steel. Dus dan gaan we naar Xatum.
Hoe hou jij het eigenlijk vol? Want ik zit heel erg op mezelf te letten. Ik wacht heel even op de damage van deze aanval. Oh nee, het gaat best oké. Okay. Tenminste, bij iemand bij wie het oké okay gaat. Ja. June? Wat is June nou weer voor harmonic type? Oh, attack fell. Wat doet Psychic? Dat is not very effective, zeker. Oh ja, want het is sowieso een steel type, Sander. Dom beest dat ik ben. Dom beest dat ik ben. Kerelezooi. Oh, tuurlijk was dat een crit. Oké, Gyro Ball doet in ieder geval niks. Gyro Ball, is dat niet op speed of op... Dat zal op speed zijn als het zo weinig doet. Ja, het is op speed. Oké, Bronzong, meer like Bron... Gone. Ja, jij hebt minder moeite met die Bronzong dan ik. Ja, ik heb heel veel moeite gehad met die Museum. Mm-hmm. Daar heb jij nog. Daar moet ik nog tegen. Oh! Oh... Oh, ik dacht dat jij die al had. Jij had Togekiss ook al. Togekiss heb ik al. Ik heb iedereen al gehad. Bijna. Ja, ik moet healen en dan hopen dat die Flying Type doet. En dan kan ik Rocking. Oh, dat is gunstig. Oh, dat is Neutral natuurlijk. SMS Musi on. Oké, dit was 61. Als hij crit heeft, gaan we niet vanuit. Ja, oké, nu ben ik dood. Nee, want dat is geen attack. Oké. Please hit niet jezelf, wou ik zeggen. Ja, want hit niet jezelf. Want dan ga je hartstikke dood. Dood met je hoofd omhoog. Je hebt tenminste nog een sludge Pokémon. Dat is niet hoe Pokémon type is. Een poison Pokémon. Nee, dat is gewoon een sludge Pokémon. Vind ik ook hoor. Oh, je bent nog steeds. Oh, nice. Hij is gepoisoned. Oh, dat is een crit. Oh, niet jezelf. Niet jezelf. Oké, dankjewel. Anders was ik waarschijnlijk dood geweest. En ik heb geen voorstoor. Nee. Zonder clear scurrings. En ik was het meeste... Vanaf van tevoren was ik het meeste bang voor deze gym. Ja, snap ik. Niet jezelf hitten. DM Symphony, dat is wel interessant. Niet jezelf hitten. Snapped out. Nice. Twee Pokémon dood. Wel mijn Mega. Betekent. En mijn Ghost. Mijn geestig gorgasje. Dat betekent dat het zo tijd is van een cage match, Sander. Ja. Hoe sick is dat? Oh joh, het regent op deze fucking. Ik weet niet wat ik daarmee wil. Symphony. A bittersweet one? Want ze voelt het wel een beetje. Door de devs. Ja, en dan moeten we zo meteen nog een. Welke Pokémon? Oh, mag ik? Ik mag Poliwhirl zeker niet gebruiken en een cage match omdat ik die niet mee had. Klopt. Okay. Weet je welke Pokémon je wel mag gebruiken, Sander? Nou? Lucario, want die had een revive. Echt? Volgens mij wel. Zal ik eens kijken? Oh, ik ben zo slim als ik hem een revive heb gegeven. Oh, ik ben zo slim dat ik het ontwaar. Lee, Sander, in de verleden, please. Ja. Oh. Dat is heel fijn.
Oké. Weet je... Nu vind ik het... minder erg oprecht. Ik neem hem wel mee. Ik ga hem gewoon sowieso niet inzetten, zeg maar. Maar ik neem hem wel mee, want anders ga ik dat vergeten. Ja. Ga ik hier? Dan moeten we eventjes connecting to the interneting. Ja, dat denk ik ook, ja. Connecting to the interneting. Welke is de Pokémon? Oh nee. Oh nee. Pokémon X? XI ja, Gaming? Ja, XI Gaming. Yo, dat is wel Engels. Hoe zit jij er al in? Hoe join ik? Gewoon een dubbel... Gewoon een dubbel kleur? Ja. Ze gaming is B, toegetraden. Ja. United States, zonder meer in de United States. Sst. Sst. Wacht, overheid niet weten. Oh, te laat. Shit. Yes. Yes. Oh ja, we moeten nu eigenlijk niet elk ander scherm zien, hè. Ik ga voor mijn eigen scherm wel staan. Oh ja, dat is wel flimpy. Zo. Ik, heb ik weet ook nog niet welke Pokémon ik in wil. Nee, dit is de eerste keer dat ik ook niet weet welke Pokémon. Ik moet naar je team kijken straks eigenlijk. Ik weet het niet. Oké. Ik heb een keuze gemaakt. Ja, ik wil eentje inzetten, maar ik ben bang om die kwijt te raken. Ik weet dat ik er altijd lang over doe, Milan. Nee. High risk, high reward. Oké, spannend. De zesde cage match, jongens en meisjes, dames en heren, koeken en peren. En ja, was trouwens helemaal niet heel high risk, high reward, maar... Nee, er was nog een andere high risk, high Slow reward. Slow kinging? Well, yo. Dat bedoel ik, dit was niet de hele... Disco fine. Disco fine. Oeh, als ik nu die andere had ingezet, hè. Oeh. Oh, ja, ik ben dood. Nee, joh. Oh! Alleen misschien wel. Oh. Hè? Je had crunch, toch? Tegen. Ja, maar het is geen. Het is geen stab. En. Maar er stond not very effective, of ben ik gek? Oh, dan ben jij waarschijnlijk niet geen psychic type. Ben ik harmonic? Waarschijnlijk. Dat heb ik. Dat, wacht, ik mag ben. Ik dat ben. Checken? Ja, natuurlijk mag je dat checken. Je gaat hem nu ook winnen. Je ik gaat ben harmonic. Ah ja, ja, ja. Ja, dan had ik hem waarschijnlijk eens nog gekozen. Want ik dacht van. Met deze heb ik de meeste kans. Maar ik had niet verwacht dat. Oeh, accuracy fell? Ah nee, oké. Okay. Maar het is nog niet af, toch? Naar deze? Nee. Avoid it. Oh, what the fuck? Slack off. Ja, ik was bang dat ik dood ging. Ja, ik snap. Accuracy vind het slim. Ja. Ik hoop dat ik gewoon nu dat je een paar keer accuracy problemen krijgt. Oh, je hit. Nice, gefeliciteerd. Ik weet al wat ik op deze dan ga doen als die harmonic type. Ja, dat weet ik ook wel. DM's. Meteen ja, symphony als ik, leren. Als ik symphony heb en hij blijkt harmonic type te zijn, ja, waarom niet, weet je? Snap ik. Sander, weet je wat dat betekent? Nou? Dat je voor staat. What the frick? What the frick, inderdaad. Jester, ik ga je registeren. Oh, I could not be registered. Nou. Oké. Okay. Nee, ik wil niet nog iets doen met Gaming SB. Ik wil... Nou ja, ik wil... Ik ga mijn Pocket Monster inleveren bij deze PC.
Wat? Oh. Oh, nee. Hoezo gaat mijn laptop ineens? Doet je laptop stop? Stoking kan helemaal niet Symphony. Wat? Oké, en mijn laptop gaat ineens opnieuw opstarten uit het niets. Wat doet jouw laptop als in... Daar staat mijn tweede scherm op, dus ik kan nu jouw beeld niet zien. Oké. Ik ga F7, aangezien het kan, als dat gebeurt, wil er soms nog wel eens dat die kapot gaat. Zeg maar, dat het dat Citra vastloopt. Oeh, oké, nou goed dat je hebt opgezet. Ik heb hem nu eventjes gezet. Of tenminste, hij doet het bij de DS-simulator. Ja. Ik zie dus nu niet wat jij doet en ik snap niet waarom. Nee, ja, ik heb je nu wel op mijn eerste scherm, maar dan moet ik de hele tijd switchen. Dus. Ja, dat is niet per se nodig. Je moet in ieder geval naar de Pokeball Factory, dat is ten noorden van dit stadje. Oh ja, en mijn Slowking kon dus geen Symphony. Dat is wel kut. Hou je dan nog steeds TM's of... Oh, dan mag ik surf natuurlijk ook gebruiken. Ja. In cage match dan. Klopt. Ja, dan doe ik het sowieso. Toppie. Ik zat er eigenlijk Loki wel een beetje over na te denken. Maar als dat het geval is, ja. Maar ik vond dus ook al dat Psychic weinig deed in de gym battle. Maar ik snap nu dus ook wel waarom eigenlijk dan. Want het is geen stab. Ja. Nou ja, dat makes sense. Ja. Nou, wel interessant. Ik kan tegen hun iets zeggen eigenlijk. Ja, je moet tegen Shanna praten, want die gaat die dude voor je afleiden. Zodat je naar binnen kan. Waarom doen ze dan niet gewoon dat als ik hier binnenkom, dat ze zegt, yo, ik laat je dude af. Dan hoef ik niet helemaal tegen haar te praten. En als ik dat nu niet wist, dan zat ik hier jaren vast. Wel weer zo'n klein kindje. Ja. Ja. Ik heb een timerbal gevangen. Jij hebt me gezien in real life hoe klein ik ben. Dat is waar. Maar je bent geen kindje. Je bent pas geen kind meer geworden. Ik ben wel bijna 100 geworden, ja. Welke is de deur? Maar dat is gewoon helemaal deur. What's the dirt? What's the dirt? Oh, ik kan nu wel mijn bit voor volgende aflevering gebruiken, denk ik net. Gaan we hierna nog een aflevering doen eigenlijk? Ja, ik heb afleveringen nodig. Ja. Nice. Ondercake, hè? Nice, man. Het is helemaal niet handig dat ik tegen een poison Pokémon in blijf. Oh ja, dit was Plasma, guys. Uh-oh. Hadden die niet één Pokémon waar we altijd zeiden van, die is kut? Scrafty, of ja... Yeah. Ik heb nu harmonic type. Dat klopt. Dat heb je goed gezien. Dat is voor mij echt heel gunstig. Hey, hoezo heeft hij van jou een... Oh nee, wacht. Ik ben bij een ander mannetje aan het vechten, denk ik. Ja, ik was op die trap gelopen, zeg maar. Mm-hmm. Jij niet, op zeker? Op de trap moet je nodig ergens heen. Trussen. Yo, super meteen effect, op de trap. Ja, het is steel en fighting. Zo, mijn laptop geeft dan leeg, joh. Het verblindt me bijna. Ben je taf aan het worden? Wat? Ben je taf aan het worden? Omdat jij verblind wordt? Ja. Verblindering. Weet je wat ik ook aan het worden ben? Taf is oud. Zie wat ik in derby kussen. Aanstellerij, hoor ik. Ja, jij bent ouder, dus dat is wel zo, maar boeien. Oh, mijn kat wil naar binnen, joh. Hij doet zo krap. Krap. Ik ga hem echt even naar binnen laten, straks is mijn deur kapot. Kapot. Ja. Weet je welk karakter in Leighton ik heel leuk vind om te spelen? Nou? Tannenbaum, die met die dikke baard. Dat weet ik even niet meer. Oké, dat is een guy met een hele dikke baard en hij praat...
hij slikt de E ook in en zo. Hij praat basically... Oh, ja, inderdaad, ja. Die is ook echt kut om zijn voice te acten. Ja, ja, dat is heel leuk. Oh, nou, jij noemt het leuk. Dat vind ik heel leuk om te doen, want... Jij kan gewoon normaal praten. Ja, eindelijk. Dat vind ik prachtig, mijn jong. Oké, jouw jong. Team Plasma zagen. Met de Scraggy. Uh-oh. Welke? Scraggy. Is dat hier binnen? Jij ziet mij nog wel, nee. Toch? Ja, ik zie jou nog wel. Nee, je moet hier weg. Oh. Maak dat je wegkomt, jong. En alleen naar links. Nee. Ja. Naar beneden. Nog verder naar beneden. En dan moet je daar met de rechtse computer... Juist hem. En dan moet je op de roller band gaan staan. Reverse? Reverse holo? Uh-oh. Wat? Ik leef nog. En dan hier? Juist hem, Sandring. Oh, misschien heb ik even moeten hieren voordat dit gebeurt. $5 miljoen? Dat is meer dan $4.9 miljoen. Dat is zeker waar. Maar deze guy heeft dus... Oh ja, ik hoef er niet meer bang te zijn voor scrap. Ik vergeet het altijd. Altijd, ook eerste keer dat ik niet meer bang hoef te zijn voor Scraggy. Ik vergeet altijd. Ja. Maat, hoezo mis jij? Wat ben je voor een vuile vogel? Dus dat is op zich wel waar. Slow kinging, gaan we inzetten, Ink. Ga je slow kinging inzetten? Wow. Dat zijn jouw woorden, niet mij. Scraggy is gone. Ja? Ja. Oké, okay, over een paar minuutjes zie ik je weer. Zalig. Hoop ik. Psychic werkt niet met surf wel. Oké. Discord, sleeping. Je vecht tegen zo'n Garbodor. Klopt, ja. Met een toeterige poli. Ja, nu wel. Ik weet niet wat mijn PC ineens... met. Yo, laat ik even nu opnieuw opstarten. Je bent bezig met me? Oh, ik ga even opnieuw opstarten nu dan. Wat een vuile bitch. Ja. Hij vroeg zo net al, van wil je dat ik updates installeer om 9 uur? Toen zei ik, nee, gaan we niet doen, gozer. Toen zei hij, ja, gaan we toch wel doen. Toch wel. Blijkbaar. Maar ik had toch echt op 9 gedrukt, dus ik word hier gescand. Dat klopt, ja. Fuck jou, Microsoft. Voor de scamming. Sludging the bomb. Oh, dat is super effective. Ik heb psychic, dus ik denk aan inblijven. Maar dat ga ik eventjes niet doen. Nee, dat zou ik ook niet doen. Mag ik nog healen? Dat is ik had nog healen als ik gewoon op 90 gedrukt. Godverdomme. Als je dat maar weet, Kabodor. Dat is effect mijn kolen. De volgende battle is een double battle, dan weet je dat alvast. Wat? Word je geheeld ondertussen? Nee. Natuurlijk niet. Nou, je kan volgens mij zelf, als je op nee kiest, als ze zegt of je klaar bent, dat je dan... Oké. Wat is dat ook? Je vecht tegen een evil team en dan zegt ze... Yo, ben je klaar voor haar? Nee, dat zegt je partner, zegt dat. Oh. Serena. Oh, die trouwens wel echt gedemolished wordt. Het is niet zo'n battle. Het is een andere dubbel battle als dat ik in gedacht had. Ik dacht 1 versus 2, zeg maar. Dus ik 2 Pokémon, hun allebei 1. Ik snap hem samen. Aftermath, ja, ik wil wel echt healing. Punching the suckers. Ik had die bitch ook nog helemaal niet gezien. Hoe heet ze? Serena? Of Callum bedoel ik. Of Caleb. Whatever. Het zegt ook gewoon got it. Gewoon niet. Hey, laat je me nou in de steek? Nee. Zeg gewoon, oké, dan doe ik het wel.
Laat je me nou in de steek, tartaar? Dat is van die saus, toch? Tartaarsaus? Ja. Ja. Hoe ga ik nou naar huis? Never! Nee, dat denk ik inderdaad. Oh nee, zo misschien. Ja. Oh nee. Oh, je kunt echt niet healen. Je hebt toch healing items? Oh jawel. Ja. Als ik die wil gaan gebruiken. Cindering is a loose boy. Hoezo? Omdat ik healing items wil gaan gebruiken? Ja. Nee, Cindering, je bent een coole boy. Ik wil eigenlijk naar deze battle... Ik ben zuinig met mijn geld, oké. Okay. Oké. Okay. Ik wil daar deze... Wacht, mag ik niet healen? Embargo? Zie je, dat is een probleem. Gebruik ze voor de embargo. Oh nee, wacht. Dit wordt wel een probleem, denk ik. It makes legitimate no sense. But, hey, ben ik dood? Oh, 2 AP. 5. Oh ja, wacht. Ik kan niet cellen. Waar staat de Pulse Drain? Kan ik wel Big Pearl, ook goed. Je hebt ook een Big Pearl, die kun je cellen. Grote paal. Die heb je gekregen op die ene eiland. Oké. Okay. Waar je je Pelop of je Xatu hebt. Ah, oh, die heb ik niet gepakt. Die heb je niet gepakt? Nee, je bent een dompie. Nou, ik was er al bang voor. Politoet is dood. Ach ja, poep gebeurt. Poep gebeurt zeker. Of zoals ze in Duits zeggen. Scheiße passiert. Ja. Kutzooi. Ik dacht dat ik deze guy al verslagen had. Nog een Pokémon dood. Nice. Nou, oh. Nee, je gaat toch niet. Oh, je gaat mogelijk echt. Yup. Allemaal door een benet. Ik wacht eventjes voordat ik shit doe. Oh, de embargo is er wel af. Oké. Okay. Ja, maar. Nee, maar dan kun je nog ben ik wel twee Pokémon kwijt. Je hebt een sleutje. Ja, dat doet bijna niks. Nou, het zal vast wel iets doen. Nee, niet Psychic, Sander. Ja, dat was niet zo zin. Maar goed. Hier, Benet is gewoon dood. Ik heb nog 2 Pokémon over. Ja, dat is wel... Razor Blade. Nou, in de volgende route maar weer even Pokémon gaan. Ja, dat ook voor mij. Oh, dat was risky. Als dat een crit was, dan was ik dood geweest. Ik heb een meesterbal. Kun je nou serieus kiezen meesterbal of nugget? Nee, je krijgt altijd allebei. Oh. Yo, ik krijg een Yangoos kaart. Of hoe heet die guy? Ja, ja. Gumshoes. Gumshoes, die bedoel ik. Trouwens, als je zo klaar bent met je battle, wil je dat even zeggen? Ja, dat wil ik dan wel even zeggen. Dan kunnen we namelijk de aflevering beëindigen. Ja. Snap ik. Robert.
And it's a goalbed. Snap je me? Ik deed net alsof het een doelpunt was. Jij moet dat snappen als voetbalman. Als ik het zou snappen, dan had je me wel gehoord. Doe je dat nog steeds? Elke aflevering over voetbal praat in die dingen? Nou, er gebeurde wel iets heel grappigs. Ik skip echt alles op met voetbal gaan, omdat ik dat niet zit. Op een gegeven moment, we hadden toevallig laatst een paar afleveringen opgenomen. En toen ging het op een gegeven moment ook over voetbal. En toen zei Jordi, oh, dat zal Sander weer leuk vinden dat jullie het over voetbal hebben. Ik zei, ja, voor mij scheelt het alleen maar, want dan zijn de afleveringen korter. Want ik skip gewoon alles wat over voetbal gaat. Ik ben trouwens zover. Oh, dan wil ik iedereen bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Een duimpje omhoog zie ik graag de volgende keer weer. Adios, amigos.